De gashelle in Amsterdam is niet aan Martien Meiland besteed. Ik heb het een tijd geprobeerd in de gashelle. 7,5 jaar Amsterdam. Maar dat beviel niet. Ik kwam erachter dat ik het leven in een gezin zoveel leuker vond. Zoveel prettiger, vertelt Martien in de nieuwe winding, die woensdag in de winkels ligt. Erika en ik kenden elkaar al zo lang en in die gashelle had ik het gevoel dat ik steeds iemand moest scoren. Dat was helemaal niet goed. Martien Meiland kwam in 2001, op zijn 40ste, uit de kast. Dat leidde tot een scheiding met zijn vrouw Erika, met wie hij jaren later hertrouwde om naar een château in Frankrijk te emigreren. Zij vertelt, ik heb zoveel tranen gelaten. Ik heb me gek gepraat, gek gehuild, maar uiteindelijk is er één medicijn, de tijd. Die hielp alles. Het moest slijten, die pijn en de beuk. Ik vond het zo raar allemaal. Zo vreemd. Ik dacht, hoezo nu ineens? Iemand verandert gewoon. Hij ging raar praten, heel druk doen, andere kleding aandoen, zich opmaken. Dat is uiteindelijk weer tot rust gekomen. Martien, toen ik in Amsterdam woonde, ging ik iedere week een dagje naar Sassenheim om gezellig samen te eten en te koken. Toen ik vervolgens in Noordwijk aan Zee ging wonen en Erika 100 meter verderop zat, Maxime in het tuinhuisje bij mij, hebben we gezegd, waar zijn we mee bezig? Laten we alles maar op een grote hoop gooien en weer samen verder gaan. Die fase van mij, ach, het was een soort zoeken. Ergens vond ik het wel gezellig, die gaibas. Nooit vechten, altijd dansen, een goede sfeer. Maar ik kwam erachter dat het toch niets voor mij was. Martien en Erika benaderden zelf John de Mol met het format voor Château Meiland. De reality soap scoorde 2 seizoenen hoge kijkcijfers en won de televisiering. Martien, het klinkt gek, maar die bekendheid komt maar niet binnen. Mede doordat we hier wonen. Ik vind het ook niet speciaal. Misschien is het over een half jaar weer voorbij en dat is dan ook prima. Ik wil niet op tv om bekend te zijn. Ik vind het voor SBS6 leuker dan voor onszelf dat wij zo'n kijkcijferkanon zijn. Château Meiland keert terug met kerst. Kerst op Château Meiland is te zien op 16, 17, 23 december en een dubbele uitzending op dinsdag 24 december om 20:30 op SBS6.